weet je, het zit er altijd in dat we de beste willen zijn, de snelste willen zijn. En daarvoor zit dat gaspedaal er natuurlijk ook in. Hè. Hoe meer je die naar de bodem trapt, hoe sneller je natuurlijk als het goed is op de eindstreep bent. Dakar is wel een speciale uitdaging, wat inmiddels ook al meerdere jaren actief is zijn. Het onbekende, dat stoere en niet weten wat er gebeurt. En toch altijd weer een uitdaging om weer thuis te komen. Zeg maar. Die drive van huis uit mee hebben gekregen. Ik denk dat wij opgeleid zijn altijd voor het maximale te gaan. En hard werken en zorgen dat je daardoor vaak net iets meer kunt. Want wij hebben als enigste een hybride truck. Zeg maar brandstof pk's en met elektrische pk's door een elektromotor. De verhouding is ongeveer 800, 400. Net even iets minder dan 400 pk. Hybride power. Dat was ook weer zo'n uitdaging. Eigenlijk was dat wel weer een moment dat we zeiden, het moet toch anders dan anderen doen. En dat we toch wel naar dat duurzame zijn gegaan. En toch weer proberen van kunnen wij dat bereiken als amateurteam. Maar we kunnen ons niet vergelijken met de fabrieksteams. Ik doe het natuurlijk niet alleen. We zitten met z'n drieën in de truck. En om die limieten en dat extreme op te zoeken, ja, dat geeft een kick. Gaat ook zo mis, dan ga je net over de streep of net een verkeerde inschatting. Het is ook een stukje ervaring. Maar ook een stukje geluk. En je weet dat je straks in januari op pad gaat en dat er altijd iets kan gebeuren. Ja, wat men niet wil, wat je ook niet hoopt. Maar bang in dit soort sporten kan niet. Maar er komt natuurlijk ook een keer een dag dat het verandert. Nou, die is gekomen. Heeft ook met de overname van Riebel te maken natuurlijk. En dan is het wel fantastisch dat we hier in de regio ook van die enthousiaste mensen hebben. Die daar op verder willen borduren. En die ook bewust daarin stappen. In dit geval meerdere gesprekken met Dennis Jongbloegaard. En die zit in dat duurzame en in dat ons kent, onze, het regionale, dat winnaarsmentaliteit. Maar ook wel iets doorzetten wat eigenlijk 12 jaar geleden gestart is. Dus ik vind het mooi en ik ben eigenlijk wel een beetje trots op dat zo'n bedrijf dat ook doorzet. En hopelijk ook net zoveel vruchten daarvan plukt als dat wij met Riewald het altijd hebben gehad. De snelheid zit gewoon in de truck. Ik durf te zeggen dat wij, ik denk, de snelste truck hebben met, zeker met die elektrische ondersteuning erbij. Ik denk dat we een van de ervarenste teams zijn. We hebben 40 jaar ervaring in de cabine zitten met onze drie mensen. Dat is extreem veel. En ik denk ook dat we de omzettingen die we hebben gedaan, en dat heeft met monteurs te maken, maar ook met het voorbereiden richting deze Dakar, die dingen die wij anders hebben ingezet, dat eigenlijk zijn vruchten af moet gaan werpen in januari. Het mooie van Dakar is ook dat het niet te voorspellen is wie de wint. Ik denk dat in Dakar 2024 een stuk of 8, 9 kanshebbers voor de overwinning zijn. En degene die op het hoogste schavot staat, die zal ook echt wel een beetje geluk moeten hebben. En net sommige oei-oei momentjes dat het net goed gaat. En niet dat je net op de zijkant ligt, want dan verlies je te veel tijd en dan is het bijna niet meer goed te maken. En wij hebben dus bewust gekozen dit jaar voor één truc. Alles daarop focussen, zodat we eigenlijk kunnen zorgen dat we met al onze mensen, want dat zijn er nog wel redelijk wat, op het eind van het liedje op het podium kunnen staan. En zeker als we in december zitten, dan begint het echt te kriebelen. Dan is gaat het materiaal gaat weg. Hè. In het begin van december dan gaat het materiaal richting de havens. En dat het per boot naar Saudi-Arabië gaat. En ja, op dat moment dan heb ik wel zoiets van, nou moet ik ook zo snel mogelijk in het vliegtuigje en ook daar naartoe. En het kan voor mij eigenlijk niet snel genoeg in januari zijn.